Zwijg over wat er allemaal gebeurd is. Het enige wat wij moeten doen, is alles vergeten. Nee, Moeker. We mogen dat nooit vergeten. Ik weet dat jij het wil vergeten. Omdat toen je lievelingszoon, je kleine kunstenaar, gestorven is. Maar ik kan niet vergeten wat ik toen allemaal heb meegemaakt. Het is een monoloog en die is gebaseerd op getuigenissen van mensen die hun gevangenschap in het fort van Breendonk hebben overleefd. Al die hun getuigenissen zijn samengebracht naar één verhaal van een fictief personage dan wel. Maar alles wat ik vertel is dus waar gebeurd en dat maakt het eens zo aangrijpend. Ik kan niet langer zwijgen, Moeke. De mensen moeten weten wat er gebeurd is. Ze moeten het zich herinneren. En het doorvertellen aan diegenen die na hen komen. Zodat zoiets nooit meer kan gebeuren. Meestal speel ik komische stukken, komische rollen. En dat is heel leuk om mensen te laten lachen. Maar je bent ook acteur geworden om mensen te ontroeren en te raken. En dit is eigenlijk de eerste voorstelling die ik speel, een monoloog dan toch, waar ik mensen zo hard in kan raken dat ze sommigen zijn tot tranen toe bewogen. Om 5:00 's ochtends vielen enkele agenten van de Gestapo ons huis binnen. Ze haalden me uit bed en namen me mee. Nu, ik heb deze monoloog ook al eens een keertje gespeeld, terwijl dat er een ex-kampgevangene in de zaal zat. Ondertussen is die man 95 jaar, die heeft geweend van het eerste begin tot het einde. En is nadien ook komen zeggen van, ik zag mezelf staan en mijn eigen verhaal vertellen. Hitler is al verslagen in Afrika! Kent u die? Kent u die? Ik heb die zien hangen aan de muur. Zoals iedereen. Ah! Ik dacht dat mijn neus brak. Namen! Ze wilde namen. Namen! Het stuk was doorgestuurd, dus ik bereid een groot deel thuis voor. Want daar heeft Stefan natuurlijk geen zicht op van of ik nu juist vertaal, al dan niet. En dan hebben we één keer het stuk helemaal doorlopen en dat liep eigenlijk heel vlot. We worden uit de vrachtwagen geschopt. We krijgen nog meeslag. We moeten recht staan! En dan zien we het. De hel van steen en beton. Het fort van Breendonk. Doven en slechthorenden, ja, die hebben al weinig kans om naar theater te gaan. En toen dacht ik, bestaat dat niet, dat je zo theater met een doventolk en ben gaan zoeken en ik ben zo bij Sigrid uitgekomen? Nu, ik tolk heel regelmatig ook wel alles wat te maken heeft met geschiedenis of rondleidingen en daar komen soms ook wel een keer schrijnende stukken naar boven. En dat is ja, een deel van mijn beroep, dus ik ben dat eigenlijk al wel gewoon. 3571. Uw nieuw naamkaartje. Namen! Namen! Ik ben geen held nooit geweest. En toch, ik zeg niks. Ik gil en ik krijs van de pijn. Ik schreeuw dat wel. Maar ik verraad mijn vrienden niet. Straks ben ik dood. Denk ik. Dat is goed. Het waren niet de folteringen die het zwaarst waren in Breendonk. Ook de honger was niet het zwaarst. De alles overwoekerende angst, die was het zwaarst. Wat wij in het fort van Breendonk hebben meegemaakt, staat voor altijd in mijn geheugen gebeiteld als een standbeeld. Ik wil, Moeke, dat jij het ook weet. Zodat je nooit meer zal zeggen dat we het moeten vergeten. Dit mag nooit vergeten worden, Moeke, nooit! Frans, Erik en Roger hebben het niet gehaald. En Lize? Ook niet. We'll meet again. Don't know where. Don't know where.